In oktober 2016 heeft de Europese Vereniging voor Cardiologie een update gepubliceerd van haar richtlijnen over de behandeling van voorkamerfibrillatie. Uiteraard wordt daar ook in belangrijke mate aandacht geschonken aan het gebruik van anticoagulantia ter preventie van beroertes en systeemembolieën. Opvallend is dat in vergelijking met de versie van 2012 de Europese Vereniging hier zeer formeel de voorkeur geeft aan de nieuwe orale anticoagulantia, de zogenaamde NOACs, tegenover de vitamine K-antagonisten. In een recent rapport van het Kenniscentrum hebben we dezelfde problematiek opnieuw bekeken en onderwerpen we de bestaande evidence over de vergelijking tussen de NOACs en de vitamine KA's aan een kritisch onderzoek. Er zijn momenteel vier verschillende NOAX op de markt beschikbaar. Deze producten hebben tegenover de vitamine K-antagonisten het grote voordeel dat zij rechtstreeks inwerken op de stollingsfactoren. Wat maakt dat ze onmiddellijk actief zijn van zodra ze door de patiënt ingenomen worden. Bij de vitamine K-antagonisten ligt dat anders omdat deze inwerken via vitamine K en zo op de productie van de stollingsfactoren. Een belangrijk kenmerk is ook dat de NOACs een kort halfleven hebben. Dat heeft zowel een voordeel als een nadeel. Het voordeel is dat bijvoorbeeld in het geval van bloeding of wanneer een operatie noodzakelijk is, de antistollingsactiviteit... Bijna of op korte tijd stopt. Dit is niet het geval bij de vitamine K-antagonisten, die vaak nog vele dagen nawerken, zelfs na het stoppen van de medicatie. Het nadeel van het kort halfleven is wel dat de patiënt zeer strikt therapietrouw moet zijn. Wanneer hij één dosis van een NOAC vergeet in te nemen, heeft hij reeds tijdelijk een verhoogd risico op beroerte, wat niet het geval is bij vitamine K-A's die dus zelfs na de laatste inname nog meerdere dagen beschermen. Elk van deze vier Noaks werd in één grote fase 3 trial getest en vergeleken met warfarine. Voor Dabigatran en Edoxaban werd in de trial een vergelijking gemaakt tussen Warfarine en twee verschillende dosissen van de NOAC, een zogenaamde standaarddosis en een gereduceerde dosis. De patiënten werden at random toegewezen aan één van deze twee dosissen versus warfarine. Bij rivaroxaban en apixaban was het opzet anders, en daar werd in principe alleen een standaarddosis getest. Maar bepaalde patiënten in functie van enkele klinische karakteristieken, zoals bijvoorbeeld tenierfunctie, bij die mensen kon of moest de dosis van een van deze twee producten verlaagd worden. Het primair eindpunt van al deze studies was hetzelfde en was de combinatie van ischemische beroerte, perifere embolie en hersenbloeding. Dit primair eindpunt combineert dus de belangrijkste voor- en nadelen van de antistollingstherapie. In absolute termen is dat verschil zeer klein. Bij Dabigatran in de standaarddosis was het 0,6% per jaar, terwijl in de Pri-studie een verschil was van 0,3% per jaar. In de promotie van de NOAX wordt zeer veel nadruk gelegd op het feit dat de NOAX maar half zoveel hersenbloedingen veroorzaken dan de vitamine K-antagonisten. Dat klopt, maar ook hier zijn de cijfers zeer laag. Het gaat over 0,25% per jaar bij de NOAX en 0,5% per jaar bij de vitamine K-antagonisten. En hoe dan ook, dit cijfer is vervat in het primair eindpunt waarvan sprake daarnet. Het is voor klinici moeilijk om zich een beeld te vormen wat het betekent dat er enkele tienden van een procent voordeel zijn van het ene geneesmiddel ten opzichte van het ander. Maar hier kunnen de economisten ons ter hulp komen. Er zijn drie studies gepubliceerd die de resultaten van de gerandomiseerde trials geënt hebben op de Belgische bevolking. En ze komen in het beste geval uit bij Dabigatran in de standaarddosis op een winst van vier kwaliteitsvolle maanden wanneer men alle cijfers toepast op het volledige leven van de patiënt. Deze modellen gaan er natuurlijk van uit dat 1. De resultaten van de korte termijn studies toepasbaar zijn op het volledige verloop van de patiënt. En ten tweede... Dat de patiënt natuurlijk de medicatie strikt inneemt zoals dat gebeurde in de gerandomiseerde trials. Zelfs indien NOAX geen voordeel in doeltreffendheid of veiligheid zouden hebben ten opzichte van de vitamine K-antagonisten, hebben ze natuurlijk het enorme voordeel dat ze geen regelmatige controles van de bloedstolling vereisen. Dit houdt evenwel ook een nadeel in, want we kunnen dus met NOAX niet verifiëren of de patiënt de meest adequate dosis voorgeschreven krijgt en of de patiënt ook regelmatig zijn medicatie inneemt. Enigszins onverwacht is gebleken dat de therapietrouw ook bij NOAX wel degelijk een issue is. Reeds in de trials bleek dat evenveel mensen onder NOAX de behandeling stopten dan zij onder vitamine K A. We hebben hetzelfde fenomeen waargenomen in de Belgische populatie, waar we zien dat zowel van de NOAX als van de vitamine K- antagonisten ongeveer 30% van de mensen hun therapie langdurig stopzet. En het is belangrijk te noteren dat dit voor de NOAX nog veel belangrijker kan zijn dan voor de vitamine K- antagonisten, omdat voor een Noax Eén dosis missen reeds een verhoging van het risico op beroerte kan inhouden. Kort nadat de NOAX op de markt gebracht werden, kwamen er zowel bij Amerikaanse als Europese officiële instanties duizenden meldingen binnen van majeure bloedingen bij patiënten die een NOAC voorgeschreven kregen. Dat betekent natuurlijk niet dat de NOAX meer bloedingen veroorzaken dan vitamine K-antagonisten. Het betekent alleen dat voorschrijvende artsen zeer beducht waren voor die bloedingen. Waarschijnlijk omwille van het feit dat er op dat ogenblik nog geen antidota voor de NOAX beschikbaar waren. De angst voor bloedingen heeft er sommige als experten in de wereld toe aangezet om op basis van farmacodynamische gegevens en op basis van post-hoc-analyses van de trials te gaan aanbevelen om bepaalde patiënten de gereduceerde dosis van de NOAC voor te schrijven. Of schoon diezelfde patiënten in de trials wel de standaarddosis kregen. Het logisch gevolg daarvan is dat die mensen met de gereduceerde dosis waarschijnlijk wel minder risico lopen op bloeding. Maar wat we niet weten is of die mensen met die gereduceerde dosis ook even goed beschermd worden tegen beroertes in vergelijking met de vitamine K-antagonisten. Het gevolg van dit alles is dat wereldwijd veel meer dan verwacht gereduceerde doses van de NOAX voorgeschreven worden. En dat geldt ook voor België waar we zien dat 43% van de patiënten die een chronische NOAC-behandeling krijgen, de gereduceerde dosis innemen. Bij patiënten die een NOAC-dosis voorgeschreven kregen, krijgen, zoals die toegediend werd bij gelijkaardige patiënten in de trials, kunnen we ervan uitgaan dat er mogelijk een iets beter netto-effect is van de NOAX tegenover de vitamine KA's. Maar belangrijk is dat deze mensen dus volop kunnen genieten van het voordeel dat een regelmatige controle van de bloedstolling niet nodig is. Bij patiënten die een gereduceerde dosis van de NOAX voorgeschreven krijgen en die in de trials de standaarddosis hadden gekregen, weten we niet of het netto-effect beter is dan met een vitamine K antagonist. Het zou kunnen dat het kleine voordeel van de Noax in het algemeen hier helemaal te niet gedaan wordt. Problematisch hierbij is dat we ook niet kunnen of dat de voorschrijvende arts ook niet kan controleren door middel van een bloedtest ofwel degelijk de meest adequate dosis voorgeschreven werd. Bij die patiënten denken we dan ook dat de vitamine K antagonisten met een regelmatige en nauwkeurige opvolging, opvolging van de stolling de voorkeur genieten.